Op middelbare scholen is vanaf eind volgend jaar geen suikerhoudende frisdrank meer ter koop. Frisdrankproducenten stoppen met het leveren van de ongezonde drankjes aan de scholen, zegt Raymond Gianotten, directeur van de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en sappen. Lichtdranken verdwijnen niet van school. We verkopen graag onze drankjes, maar we nemen ook graag onze verantwoordelijkheid. Zegt Gianotten Otten in het Nos Radio E-Journaal. Hij denkt dat de frisdrankproducenten zichzelf niet in de vingers snijden. We zijn een innovatieve branche met veel variatie in het aanbod. Volgens het voedingscentrum is af en toe een lichtdrank beter voor het lichaamsgewicht dan suikerrijke frisdrank. Maar volgens het centrum blijven water, melk, thee en koffie zonder suiker de beste optie. Contractende producenten hebben nog contracten met scholen en die moeten worden nagekomen. Maar de bedoeling is dat eind 2018 op middelbare scholen geen frisdrank met suiker meer in de automaten zit. Veel scholen hebben de afgelopen jaren zelf al het aantal frisdranken teruggebracht.